Ja, loopt ook goed. Nou, ik ga lekker van start. Ik ga vanavond werken met Silk Micro Fine Glitter van Elizabeth Craft Design. En daar gebruik ik de tape van Elizabeth Craft Design voor. Ik heb verschillende maten. Ik zal even mijn bakje pakken en zo onderhouden. Kijk, ik heb echt verschillende maatjes. En de twee die ik vanavond nodig heb, pak ik er even uit. Nou, jullie hebben dat al vast gezien op de site vandaag bij Marloes. Dit weekend is op zowel de glitter als op de tape 20% korting. Dus ik zou zeggen, sla je slag. De tape is echt heel fijn. Ik heb vroeger altijd de scoretape gebruikt. Ik maak een tussentijd even plaatsje hier hoor, dat ik wel makkelijker bij kan. Die gaat flink in prijs omhoog, dus ik zou zeggen, als je heel veel tape gebruikt, dan sla je slag. Nou, de glitter, daar moet ik toch wel even iets bij zeggen. Ik ben eigenlijk helemaal niet iemand van de glitter. En ik zag dus op een gegeven moment Els daar een paar keer mee in live doen. En ik dacht, nou ziet het toch eigenlijk wel heel gaaf uit. Toen heb ik in eerste instantie twee potjes besteld. De Warm Diamond en de Cool Diamond. En toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Het is, ik weet ook niet hoe ik het uit moet leggen. Deze kaart had ik aan mijn man laten zien, die Viti-kaart. En zei, oh, fluweelkarton of niet? Die wreef hier overheen en zei, fluweelkarton. Ik zei, nee, is glitter. Hij zei, glitter? Ja, dat is glitter. Dus ik ben er echt helemaal verliefd op. Nou ja, ik heb er al verschillende kaartjes mee gemaakt. Die hebben jullie ook al gezien, hè? Dus ik leg deze even aan de kant. Nou, dit kaartje heb ik er ook mee gemaakt. Met een mooie bloemenstand van Elizabeth Craft Design. En dit kaartje ook. Alleen heb ik bij dit kaartje, deze kaartjes heb ik allebei de Soft Finish Cardstock gebruikt. Wat ik de glitter erop gedaan heb. En hier heb ik gekleurd karton gebruikt. Ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Dat was een beetje oud roze papier. En daar heb ik dan de Warm Diamond op gebruikt. En dan krijg je dit. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ik ga het een beetje. Ja, ik kan niet allemaal hetzelfde doen. Dit wel ongeveer, maar deze niet. Daar heb ik een andere voor bedacht. Ik ga gewoon mee werken vanavond. En dan zien jullie vanzelf hoe dat gaat. Even kijken, wat heb ik hier klaar liggen? Ik heb stapeltjes gemaakt van kaartjes. En eigenlijk ligt hij nu nog even in de weg. Ik had geen kleinere bakje. Even kijken, wat ga ik dan doen? En de soft green pak ik. En wat vind ik dan leuk bij de soft green? Ik denk iets van goud of zo. Komt misschien wel. Nee, dat is te een beetje verder uit elkaar liggen. Weet je wat ik wel leuk vind? Light brown of antique gold is ook wel leuk. Antique gold, het gaat antique gold worden. Dus ik heb nu de soft green en de antique gold. En dan zet ik dit pakje ook even aan de kant. Dan heb ik wat meer bewegingsruimte. Ja, je kunt er echt heel veel mee, maar ik zeg al, ik heb ze nog niet zo lang. Dus ik ben nog steeds aan het experimenteren en aan het spelen. Dus vanavond ga ik er wat kaartjes mee maken. Ik heb nog van die kanten klaar kaartjes. Dit is allemaal van het Oud-Hollands handgeschreven papier. En daar ga ik dus nu een kaartje mee maken. Dit is een stans uit de plannercollectie van Kerst. Ik zal hem even erbij pakken. Ja, ik heb alles op de grond liggen hoor. Ik dacht, ach, weet je, leuk voor de kerstkaart. De 1674 Planner 13 Xmas Winter Insert. Dus daar heb ik de kerstbomen voor uitgestand. Op weer het Soft Finish Cardstock. En dan de tape aan de bovenkant. Nou, nou moet ik een bakje wel even hebben. Bakje, bak. Moet hier nog iets anders voor verzinnen. Kijk of ik een beetje in het midden ben. Ja. Nou, dan ga ik hier de tape van verwijderen. Waar ik wel mee op moet letten is dat ik nu niet de tape vasthoud met mijn vingers.
Want er zit altijd wat vet aan je vingers. Ik heb natuurlijk weer de makkelijkste stansen uitgekozen, hè, voor te beginnen zo. Maar het komt goed. Wacht, ik heb hier een ander papiertje klaargelegd. Om vast te houden eigenlijk. Dat is misschien een beetje te groot. Ja, nu heb ik er toch met mijn vingers aan gezeten. Ik moet denk ik wel rigoureuzer gewoon trekken. Zo. En dan ga ik hier de soft green opstrooien. Kijk, en dan kan ik hem wel vastpakken, want dan zit er glitter op. Het is echt super fijne glitter. Alles geraakt. En nu kijkt hij een beetje dof. Ik heb ook een penseeltje van kwastje. Nog niet het goede kwastje eigenlijk, maar. Zo, dan leg ik hem even hier neer. Ik doe dit even meteen in het potje terug. Dit zijn van die ronde koffiefilters. Die heb ik toevallig een hele tijd terug van een vriendin van mij gekregen. En die gebruikte Els hier ook voor. Ik dacht, nou, perfect. Ik ben een beetje Els aan het naapen nu. Wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon wrijven. En hier was het bij mij dat ik dacht van wow, dit is heel anders dan gewoon de glitter. Want je zou zeggen dat dit echt schuurt aan je vingers. Nou, dat is dus echt niet, want het is echt super glad. En zien jullie dat? Dat het begint te... Ja, jullie glimt het gewoon heel erg, hè? Maar hij wordt van dof, wordt hij nu in één keer glanzend. Kijk, dan heb ik echt mooie glimmende boompjes. Nou, even kijken. Wat wil ik nu met die boompjes doen? Die wil ik dus op een kaart gaan bewerken. En dan heb ik de brede plakband, heb ik daarvoor uitgekozen. Weet ik niet uit mijn hoofd hoe breed deze is. Ik ga even meten. Dit is ja, 6,4, 6,3 centimeter. Begin zoeken. En een beetje het midden. Even kijken. En ik zit natuurlijk niet recht voor mijn werk. Ik hoop dat ik het een beetje goed doen. Ik heb hem hier af. Ik kan hem ook omslaan, maar ja, dat hoeft in principe niet. Deze ook aan de kant. Maar ik heb hem behoorlijk recht. Dan gaat mijn bakje weer terug. Dit wordt echt een kerstkaart. Nou, hier heb ik gelukkig ruimte om mijn kaart vast te houden. Dit bewaar ik, want dit is altijd makkelijk om ja, te gebruiken in plaats van je vingers. Alleen nu... Zit ik natuurlijk weer verder vanaf. Ga ik proberen om hem ook een beetje in het midden te laten. Kijk, en dan mag ik er niet raken. Dat doe ik. Ik pak dus dit dingetje van de tape. En dan doe ik het gewoon even vast. Want het moet wel goed vastzitten. Ik had net een grotere, misschien makkelijker. Zo. Nou, en nou ga ik niet de groene, maar dan ga ik de antique gold gebruiken. Ook want kindjes houden van glitter. Even kijken, daar heb ik iets gemist, denk ik. Ja, ik dacht, dan maak ik een kerstkaartje.
Je hebt nog niet zoveel gemaakt, dus ik moet wel aan de slag met kerstkaarten. Even van mijn boompjes af. Ah, dit is niet het goede kwastje. Maar ik kon nog niet het goede kwastje vinden. Zo. Nou, ga ik eerst weer de glitter terug in de pot doen. Kijk, nou doe ik hetzelfde. Ik ga wel lekker wrijven met mijn vinger. Ook een beetje proberen er tussendoor, tussen die boomtakken, zeg maar. En onder aan die rand. Rammelen mijn sieraden nou misschien te hard. Ik heb er niet aan gedacht om die uit te doen. Ja, je hebt hier zoveel mogelijkheden, want ik zat straks al van, nou weet je, een leuke ijsbeer of zo. Hartstikke leuk om die te maken. Het glinstert nog wel voor jullie, of niet? Of hebben jullie daar last van, of niet? Kijk, en dan pak ik een andere tape. Je kunt deze tape scheuren, maar ja, ik knip altijd liever. Kijk, en als je, nou, dat heb ik niet hoor, ik heb geen teksten, maar als je hier dus dadelijk, alleen hoef je eigenlijk alleen nog maar een tekst bij te doen. En dan heb je al een hele leuke kerstkaart, vind ik. Ja, ik moet dat een beetje ver af doen, dat is een beetje lastig altijd. De tape zit natuurlijk meteen vast, hè? Wacht, doe het even zo. Je kunt hem ook wat verhogen, dat had ik ook kunnen doen. Ja, Jozef deed glitter op een diertje van ECD, was ook zo'n mooi resultaat. Kijk, als ik hier nu dadelijk een kersttekst bij doe, dan vind ik hem hartstikke leuk. En ik zeg al, het is, ja, het is, ik vind het gewoon geweldig spul. Dus nou, dit is kaart 1. Dan gaan we eens even kijken, wat had ik voor kaart 2? Ik had wel weer dezelfde kaartvorm, omdat ik die zo ontzettend veel heb, heb ik die uitgekozen. En ik heb wat bloemetjes gestanst. Ook vanuit het kaart zijn. En dan ga ik die ongeveer deze maken. Ik ben alleen de bloemstammetjes vergeten te pakken. Die pak ik even. Dichtbij. Zo, die ik bij de hand heb.
En ik had 3 mm tape. Nou, wat ga ik nou doen? Ik ga stroken maken. En dit is weer een beetje lastig, want ik moet daar op afstand. Dus ik weet niet of ik recht ben. Ongeveer. Zo kun je eigenlijk zelf je eigen combinatie maken, zeg maar. Els heeft ook al zoiets van die schuine stroken gemaakt over heel de kaart heen. Is niet helemaal 100% trek, maar dat is gewoon heel lastig als je dat op afstand moet doen. Dan gaan we eens even kijken. Eens even mijn koffiefilter een beetje nog schoon te maken. Zo. Welke kleurtjes gaan we nu doen? Even kijken. De vintage pink. En dan... Welke groen hadden we net? Leaf green of? Even kijken. Nee, soft green. Pak ik nu leaf green erbij? Ja. Nou, dan begin ik met de vintage pink. Ja, dat had ik dus vorige keer ook. Doe ik weer de glitter eerst in dat. Ja, er zijn kleurtjes genoeg, ja. Nou. Ook dat randje ga ik weer... schrijven. En jullie zien denk ik wel een beeld dat hij niet helemaal 100% recht zit, maar goed. Het is maar om voor te doen, hè. Nou. Dan gaan we weer nieuwe strookjes maken. Ja, het is wel een beetje elke keer op en neer schuiven hier, nu. Dat had ik dus net verkeerd gedaan. Die moet ik dus eigenlijk al eraf halen, deze. Ik kon hem nog wel onderuit halen. Maar... zo. Ik heb er heel veel stukjes liggen. Nou, en nu ga ik de groene.
pakken. Daar leer ik mijn eigen wel aan geleerd om elke keer eerst die glitter weer terug te doen, want ik ben echt zo'n miep hoor. Dus om het omstoten. Nou, aan deze kant blijft veel glitter hangen. Ik laat het koffiefilter omdraaien. Maar... ik denk dat hij ergens nat is geweest of zo. Maar die heeft draaien we dadelijk wel weer om dan. En ook die ga ik weer met mijn vinger wrijven. Nou, dan kan ik natuurlijk nog meer streepjes maken. Wat voor groen is dit? Dit is de Leaf Green. Even kijken, heb ik nog een andere, want deze is echt niet goed, denk ik. Ik ga er nog eentje liggen, straks even wel schoonmaken. Ik denk dat de onderkant nat is geweest ofzo. Nou, dat is de basis van de kaart. Waar heb ik de rest van de kaart gelaten? Hier. Jezus, ik heb bloedheet hierboven. En mijn bloemetjes. En alles kwijt nu. Nou, dan gaan we nu de vintage pink weer pakken. Kijk, dan doe ik eerst het ene stukje. Nou, verder het papiertje eraf en dan de andere kant. Nou, deze kan ik gewoon in mijn hand zo opwrijven. Ja, dat is mooi groen, hè? Dat lief. Ja, ik vind die andere, die is, wat had ik zak green net? Dat is ook een hele mooie groene. Deze is iets feller. Nou, die leg ik even aan die kant neer. Dan maak ik meteen even alle bloemetjes. Doe ik dan. Je kunt in principe elke stans gebruiken die je maar wil. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien als ik dat opwrijf, hoe mooi dat dat wordt. Nou, het laatste kleine bloemetje. Misschien wel saai voor jullie zo, maar ik denk ik wil wel proberen wat verschillende dingen te laten zien. Het is allemaal wel dezelfde techniek, maar... ja, dit is een mooie kleur, dat is vintage pink. Ja, ik moet zeggen, eigenlijk de meeste kleuren die ik heb zijn
mooi. Ik heb ze nog niet allemaal geprobeerd, want ik heb er vandaag nog wat bij gekregen. Hopen dat dit wel goed gaat. Ja, deze. Zo, straks mijn Swiffer. Staat al. Ik ben nu gewoon die koffiefilter achter mijn rug af aan het kloppen. Zien jullie niet, maar even kijken, dan had ik ook nog blaadjes. Nou, die blaadjes ga ik dan weer groen doen. Dit is een beetje champagne, ja, klopt. Nou, ik heb natuurlijk wel weer een blaadje gepakt wat een beetje dunne takjes heeft. Dus moet ik weer opletten dat het niet te hard trek. Zo. Deze is wat feller als die andere kleurgroen die ik net had. Die ik op die andere kaart liet zien. Nou, dan kan ik wel laten zien het verschil. Ik heb die kaart nog hier liggen. Kijk, zie je dat verschil? Kunnen jullie dat verschil zien of niet? Dus deze is iets feller dan die. Nou, dat had ik al gedaan, Marga. Dus dat... nou, dan heb ik hier nog één blaadje. Dat wil ik zien. Nou, kom. Ja. En ik ben er echt helemaal lyrisch van, hoor. Ik ben echt geen glittertype. Maar dit vind ik echt te gek. Ik heb dat meteen toen naar Els geschreven. Van Godje. Of Els. Ja, Els, ja. Jezus, dit verraste me eigenlijk wat dit spul doet. Want als je het nu voelt, dan is het net fluweel. Het is jammer dat jullie dat niet kunnen voelen, maar degenen die hem hebben, die weten dat denk ik wel. Die kunnen dat denk ik wel beamen. Deze twee kleurtjes. Deze bak ook even. Even mijn... kijk, en dan had ik deze. Die had ik wat verhoogd. Even zo. Die had ik wat verhoogd, dus doe ik even wat... die deze pakken. Begint hier donker te kijken. Ik heb voor de bloemen, de standjes heb ik allemaal het soft finish cardstock gebruikt. Dit is papier wat ik in mijn voorraad heb. Dat heb ik ooit verschillende dozen gekocht als Oud-Hollands handgeschreven papier. Dus dat is niet iets wat Marloes in de winkel heeft. Maar ik heb daar zoveel dat ik dat ook eens op wil gaan maken. Maar dit, alles wat ik met het glitter gedaan heb, zeg maar, dat is allemaal... soft finish cardstock. Even kijken, dan had ik hier ergens een ijzertje in zitten, ja. Zo.
puntjes. Ik heb geen idee hoe laat het is. Oké, okay. Nog tijd genoeg. Je kunt ze ook nog even vormen met een bol pen, hè? Of, ja, dat doen we nu maar niet. Dat doen we een andere keer weer. Zo. Ik heb nu trouwens ook geen lijm tussen gedaan, dat doe ik normaal ook. Het is maar even om jullie te laten zien wat kan. En dan kan ze nog een beetje buigen, blaadjes, zodat het niet zo strak is. Zo. Meestal als ik veel bloemen maak, dan doe ik dat altijd met de heat gun, zeg maar. Even kijken. Zo. Nou, deze hou ik wel even vast. Even kijken. Ja, ik heb de linken van de glitters en van de tape heb ik allebei hierbovenin ergens staan. Dus tot en met zondag 20% korting op zowel de tape als op de glitters. En ik zie dat Emmy hier de glitters ook al in heeft gezet. Nou. Even kijken wat blaadjes erbij. En dan knip ik van deze een stukje af. Op de een of andere manier vind ik ze altijd net iets te lang. Maar beter te lang dan te kort, hè? Zo. Kijk, hier kan ik dus ook weer een mooie tekst bij maken. En even wat niveau drops erbij. Dat heb ik bij die andere ook gedaan. Dat is ook wel leuk. Malle setje vind ik. Dat is die. Even kijken. Ik heb gebruikt. Want ik ken de bloemen ook niet uit mijn hoofd. Dit is. De. Nou, kom op. Florals Eat, ja. Dat is de Florals Eat. En. Voor die kleine die ik hier gebruikt heb. Of die ik dadelijk ga gebruiken. Wacht. Dat is de Florals 4. Die ik dadelijk ga gebruiken. Maar ik ga eerst hier even nog wat van die dewdrops op maken. Ik doe meestal in groepjes van 3. Nou, dan moet ik hem wel even goed aan de kant leggen. Dat ik hem niet ophangen. Want dan moet het even drogen natuurlijk. Kijk, en dan heb je eigenlijk een hele leuke kaart, toch? Dan zeg ik het zelf. Ik leg hem even aan de kant. Zo. Nou, dan had ik er nog eentje voorbereid. Even wat van die prulletjes hier allemaal weggooien. Dat ik een beetje overzicht krijg. Ik weet niet hoe dat daar werkt, maar ik heb altijd naar de lijf, net als dat er een bommetje is ontploft. Nou, ik heb hier nu een vierkante kaart gemaakt. En daar heb ik de ornamenten uitgestanst. En dat is ook met Elizabeth Craft design. Alleen is dat met tape met deze gedaan. 6x6
inch zijn die. Dus dat is hoeveel centimeter? Even kijken, 15,5. En dan krijg je dus die bruine achterkant. En die wil ik dus hierop plakken. En eigenlijk om te laten zien dat je echt... Oh wacht, doe ik verkeerd. Moet ik eerst zo doen. Moet ik hem eerst gewoon opplakken. Zal ik hem ook een ander kleurtje geven misschien. Had ik dat bedacht? Ik denk het wel. Zal ik een ander kleurtje... Nee, dat vind ik eigenlijk wel zonde. Plak hem even gewoon zo op. Deze weet ik niet meer hoe ik die bedacht had. Dus gaat die mis, dan... ik weet het niet meer. Dan zien jullie ook dat er bij mij ook altijd wat misgaat. Ik weet eigenlijk niet of ik dat bedacht had, dat ik ook zo'n hele achtergrond zou doen. Ik vind eigenlijk witte achtergrond ook wel leuk een keer. Even kijken. Een beetje zo. Ja. Zo makkelijk hoor, die stukjes van de tape waren. Toen ik dit aan stampen was, kreeg ik eigenlijk zoveel ideeën. Dus vooral voor kerst ook. Want net die warm en die cool diamond. Erg leuk voor, ja, voor kerst, zeg maar, voor een soort sneeuw te maken. Maar ook voor de poppetjes van Elizabeth Craft Design. Sneeuwpoppetjes. Nou, ik heb me toch heet, jongens. Ik weet niet wat er aan ligt, maar het is echt broeierig weer, vind ik het. Niet zo lekker. Ik ben eigenlijk een zonaanbidder, maar dit vind ik niet zo lekker nu. Geen tape en lijmrest zit. Volgens mij heeft mijn man mijn kleinkinderen aan de telefoon, want ze hebben lol beneden. Dus ik vermoed dat er de kleinkinderen zijn. Of tenminste aan de telefoon zijn. Zo zeggen. Zo. Hier waait er een windje, ik woon aan de kust. Nou, hier waait er helemaal niks. Mijn man zei net al dat het maar begint te regenen. Maar dat doet het niet. Dan heb ik eigenlijk nog geen kleuren uitgezocht. Hè? Even kijken. Wat voor kleur zal ik dat hekje gaan geven? Rust. Ja, rust vind ik wel leuk. Nog niet geprobeerd, dus
voelen. Het is een roodroest is het. Topje. Hier waait er een windje in België, onweer en heel veel regen. Nee, daar hebben we gisteren heel even gehad, maar nou, ook weer dit geld weer. Even opdrijven. Ja, hier een is er een eentje Miranda gisteren. Gistermiddag, net toen ik weg moest, moest naar de huisarts. En Tori begint me hier toch, dus ik kwam bij de huisarts en ik had het water in mijn schoenen staan. Dus dat was één keer. Kunnen jullie dan zien hoe mooi dat hij geworden is? En ik zie ook weer dat ik niet precies hier zit, iets dichter bij de rand als deze kant. Maar goed, dat komt natuurlijk omdat ik er wat verder van af zit. Nou, dan heb ik ook hier heb ik wat bloemetjes voor gestanst. En een blaadje. Nou, dan gaan we kijken wat we die kleur gaan geven. Dan gaan we weer even naar de soft green. En even kijken, wat past er mooi bij die roest. Zal ik tiel pakken. Dat is wel leuk. Het is geen roze bloemetje, maar een tiel bloemetje. Ik heb geen flauw idee hoe laat het is, ook kwart voor. Kan nog net, toch? Kijk, ook hier hou ik weer een stukje over. Maar had ik eigenlijk de pot open moeten draaien. Dat ik hem weer vast kan pakken en dan trek ik de rest ervan af. Nou. Die kun je dus ook gewoon weer in je vingers zo wrijven. Ja, dat was ik wel, ja. En ik had al staan wachten, ik denk, oh, kan ik nog meer? Ja. Je weet het, als je te laat bij de huisarts komt, dan mopperen ze. Hè? Dus ik denk, nou, toch maar gaan. En ik stapte naar buiten en ik kom bij mijn auto en denk, oh, die plas is te diep hier. Maar goed. En het mooiste was, ik zat net 2 minuten in die wachtkamer bij de huisarts en toen was het over. Dan baal je wel, als je helemaal nat... Dit is geen embossingpoeder, Miranda. Dit is glitter. Maar dit is silk micro glitter. Dat is zulke fijne glitter. Nu heb ik hem dus hier opgestrooid en heb ik hem opgewreven met mijn vingers. En dan is net fluweel. Ik had mijn man de kaart in de hand geduwd. Ik zei, kijk, zo mooi. Hij zegt, god, zit hier dat fluweelpapier of zo? Ik zei, nee, het is glitter. Dat vond ik eigenlijk wel komisch. Daarom ben ik er ook zo gek van. Ik zei al, ik ben normaal echt geen glittermens. Maar dit vond ik wel zo leuk. Ik heb eerst, ik geloof, 6 filmpjes van Elsa te kijken hoor. Van, ja, zal ik het wel of zal ik het niet? Dat kost toch wel. Ik had eerst 2 potjes. Warm en cool diamond. En toen was ik afgekocht. Nou, daar waren de blaadjes weer. Bloemblaadjes. Ik moet alleen nog van deze koffiefilter aan zien te komen. Die zijn er schijnbaar niet meer zo heel veel. Hier hebben ze allemaal op bedrijven. Want ik zeg tegen mijn man, hebben jullie die koffie? Nee, heel lang niet meer. Dat zijn wat allemaal automaten. Hè? Wat ik wel adviseer is om, dit zijn nou voor kleuren, ik heb nou allemaal kleurtjes gebruikt vandaag.
Als je met de Cool Diamond of de Warm Diamond begint, dus die witte, zorg dan dat je echt een hele schone koffiefilter hebt. Dat je niet die witte besmet. Dat is gewoon zonde. Ja, dit is echt, ja, dat klopt, ja, inderdaad. Deze zijn echt, ze zijn echt, ja, micro en super zacht. Het is zo jammer dat je dat niet kunt laten voelen. Hè? Maar ik stuur er in ieder geval een paar op naar Doerdin. Dus als je daar in de winkel komt, dan kun je ze voelen. Zeg maar tegen Meloes dat je ze van mij mag voelen. Maken we een nieuwe als er kapot zijn. Want ik kan het makkelijk vertellen, maar ja. Even kijken, deze heb ik denk ik niet meer nodig. Nee, is er nog aan de kant. Als ik hem maar verder aan de kant zetten, zo. Even kijken, nou. Zal ik deze verhoogd op plakken? Ik ga hem eerst even wat bijsnijden, want deze kant is moet wat smaller. Dat vind ik toch niet zo mooi als dat niet gelijk is. Klein beetje moest eraf. Nog een klein beetje. Een klein beetje te weinig. Ik vind verhoogd opplakken toch wel het leukste, denk ik. Even. Nee, dat plak je aan één kant. Dat tape. Aan de goede kant. Dan hoop ik dan niet dat jullie in de tussentijd alle tape besteld hebben. Ik heb er ook in mijn winkelwagentje en nog wat kleurtjes. Dus ik hoop niet dat jullie er nou allemaal voor zijn. Maar ik denk dat Meloes genoeg ingekocht heeft. Kijk, een beetje omhoog. Zo leuk. En dan nog die bloemetjes. Even kijken. Oh ja, dan heb ik net dat ijzerdraadje. En waar heb ik dat ijzerdraadje gelaten? Ergens hier. Maar waar? Ik zie het niet meer. Ik kan er iets in zitten, even kijken. Hier zit ook een stukje ijzerdraad in. Oké, we vliegen ook. Ja, daar heb ik geen pasje van de vliegen ook. Maar daar kan ik wel eens kijken of ik dat kan regelen. Dat zou wel kunnen, ja. Dat ze het daar misschien nog wel hebben. Die koffiefilters. Misschien op de grond. Ja, dat dacht ik dus net ook. Ik denk, ja, die ligt inmiddels wat zo vol dat ik daar kan gaan kijken. Mijn zooi die ik allemaal weggeschoven heb. Maar ik heb wel een stukje ijzerdraad gevonden. De laatste tijd meer bloemetjes gemaakt. Dus. Dan zorg ik altijd dat de blaadjes niet gelijk boven elkaar komen. Zo draai ik een beetje. Zo. Een beetje invouwen. Deze ook. Zit ik er nog wel in beeld te doen of niet?
Nou, hebben jullie in de tussentijd ideeën gekregen? Want dat kreeg ik dus wel toen ik naar Els zat te kijken met de glitter. Van wat jullie ermee zouden kunnen. Even kijken, dan dacht ik het mooi in het midden. Dames en heren, de filters zijn ook gewoon te koop onder andere bij bol.com. Melita koffiefilter, oké. Okay. Nou, dankjewel Monique. Ja, hier, ik dacht misschien hebben ze ze wel in de supermarkt ook, maar dat was dus niet. Dat hebben ze dus niet. Ik vind het wel leuk om die in het midden te doen. Even vasthouden natuurlijk. Oké, volgens mij zijn die ruw en blijven de glitter. Oké. Er zit dus ook wel verschil in. Nou, ik kan wel eens even vragen aan degene waar ik ze van gekregen heb ooit. Zo. Ik weet niet of ik hem lang genoeg vastgehouden heb hoor. Maar dat zie ik zo. Zal ik hem zo. Weet je, ik doe deze ook nog even een beetje bollen. Deze nog een beetje vastduwen. Glitter op elfenvleugeltjes. Kijk, zie je? Allemaal ideetjes al. Nou, hier ook weer een leuk tekstje bij. En als je op het Elizabeth Craft Design YouTube kanaal gaat kijken, dan zie je ook heel veel leuke ideeën van Els. Die maakt ook echt patronen ermee, zeg maar, op een, in een ronde en een vierkant. Dus ik zou zeggen, kijk daar ook even terug. Oh, dat blauw, dat kijkt op beeld veel blauwer. Dit is echt tiel. Oh, raar. Als ik het zo terug zie, dan denk ik van, nou, het is heel ander blauw als dat, dat het is op beeld. Ik ga eens even alles bij elkaar rapen wat ik hier nu... Oh, die andere zijn liggen te drogen. Kijk hoe verschil. Nou, dit is gewoon, dit gaat gewoon in mijn planner binnenkort. En nu begint het hier ook te rommelen. Ik hoor het rommelen. Nou, hier komt nog een. Dit was safran en turquoise. Dan had ik er wel eentje meer, hè? Maar die lag nog te drogen. Kijk, deze. Die ligt nog te drogen. Dus kijk eens wat ja, ik vind leuke kaartjes. Deze ben ik een beetje voorzichtig mee, want die ligt nog te drogen. Kijk, nu heb ik twee verschillende bloemetjes gebruikt. Maar volgens mij kun je met deze glitter en de tape samen nog zoveel leuke combinaties maken. Zijn er nog vragen? Voor degenen die later ingeschakeld zijn, de glitter en de tape, de Elizabeth Craft tape, is tot en met zondag 20% korting. Dus ik zou zeggen sla je slag. Maar ik ken niet jullie portemonnee, dus ik heb in ieder geval wel al een mandje net vanmiddag gevuld. Ik moet hem alleen nog doorklikken. Ik denk het wel, Mia, maar ik heb het er nog niet uitgeprobeerd. Ik heb het wel uitgeprobeerd op Versomark. Daar blijft het niet op zitten. Daar heb ik het snel even op uitgeprobeerd, maar op gewone, met gewone lijm. Alleen dan zul je het eerst moeten laten drogen. Kijk, nu kun je meteen erop wrijven, maar als je het op gewone lijm gebruikt, ja, dan zul je het wel eerst moeten laten drogen. Je kunt het ook wel een beetje mengen. Dat zat ik ook al te denken met modeling paste. Als je een beetje glittersneeuw wilt hebben, zeg maar. Dat idee had ik zelf al in mijn hoofd. Maar nog niet uitgeprobeerd. Dus dat moet ik allemaal nog uittesten. Wil jij de glitternummers zeggen? Van wie die ik vandaag gebruikt heb? Dat wil ik wel. Even kijken. Waar heb ik die twee? Oh, hier heb ik er nog twee in zitten. Ik heb vandaag de Tiel 628 gebruikt. De Soft Green 631. De
Antiek Gold. En dat is 606. Daar heb ik nog wat. Had ik nog meer gebruikt. Even kijken die andere groene. Is die gebleven? Wat hier nou? Even die andere groene. Oh ja. De Leaf Green 634 heb ik gebruikt. En dan heb ik nog de Vintage Pink. Waar is die gebleven? De Vintage Pink 617 heb ik gebruikt. En dan was dat de Antique Gold. Even kijken. Die heb ik. Die, ja. Ja, dat zijn de kleuren die ik vandaag gebruikt heb. Dan heb ik. Voor deze heb ik de Warm Diamond gebruikt. Dat is de 640 voor deze. Dus daar zit gewoon op gekleurd papier. Wat ik al laat zien, hè. Het blijft ook mooi zitten en strooien over zilverkleurige verdunde acrylverf. Kijk. Nou. Dat had ik allemaal nog niet geprobeerd. Ik zeg al, ik heb ze nog niet zo heel lang. Dit zijn de kleuren die ik vanavond gebruikt heb. Ja toch? Daar zijn ze allemaal. Of heb ik die teal? Ja, die heb ik. Weet je, gewoon uitproberen, want volgens mij kun je er veel meer mee als alleen maar met de tape. Maar zover was ik zelf ook nog niet. Dus, van Elvis heb ik een foto. Interesse? Ja, natuurlijk. Gooi me maar gewoon in naar Monique. Dat is altijd leuk om te zien waar jij hem op gebruikt hebt. Oh, moet ik wel opletten. Even kijken. Geen vragen meer, dames? Nou, dan zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga hier de zooi opruimen, want ik heb echt alles op de grond gegooid en gelegd weer. En, nou, gelegd niet, Marga, gewoon gegooid. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ik vind alleen jammer dat dit blauw zo heel anders kijkt van in beeld dan dat het werkelijk is. Dus eigenlijk veel mooier. In werkelijkheid, zie ik wel. Maar goed, daar kan ik verder als niks aan doen. Nou, tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!